was één bord bij het dragen van 3 borden op één hand. Eén bord pak je zo vast en de andere die zet je op de onderste rand van het bord. En daar heb je dan 3 vingers onder die dat ondersteunen. En dan draai je de pols een kleine slag, zodat je het derde bord hier neer kunt zetten. Dus straks komen de vorige gerechten uit de keuken. Dan kun je zo mooi 4 borden in één keer tegelijk inzetten, rechtstuk inzetten. En ook op deze manier weer uithalen, maar dit ging even om het vasten. Wil je het eens doen? Ja, zeker. Zijn dus steeds zo. Maar je linkerhand op. Je bent rechtshandig. Ik ben rechtshandig. Okay. Dus met links draag je en rechts uit je vinger. Steeds zo. Ja. Die even kijken. Dus niet je vinger ertussen. Oh, niet ertussen. Nee. Dus je hebt deze hier. Kijk. Ja. En hier tegenaan zet je die. Ja, precies. Kijk, en heb je hieronder precies 3 vingers. Hier. Ja. En dan die. Die hier, deze randje, ja. Dan draai je pols iets wat te zijn. Ja, een kwartslag moet je zo in dat zijn. Ja, die hier, ja. En dan de vierde, ja. Zo. Oké, dankjewel. Mevrouw, wat vindt u ervan? Wat ik ervan vind? Prachtig. Het is inderdaad belangrijk dat je zorgt dat je weer er niet tussen zit. Nee. Want anders dan plet je die. Ja. En je kunt eigenlijk het tweede bord helemaal in de palm van je hand schuiven. Ja. Dus dan kan die een mooi in het rommetje. En dan inderdaad het knikje, dat is heel goed. Ja. Want dan maak je een extra rondje waar je op kan staan. Ja. Okay. Maar even één techniek ook nog. Dat is het bovenhandsdraag. Dat is wanneer je twee vingers hier houdt. En de andere hier neerzet. Dus dat is met warme borden. Als je dan nog een servet tussen je vingers houdt. Precies. Die techniek waarbij in ieder geval 3 borden tegelijkertijd uitlopen. Ja. Als het echte heet, dan gewoon in je hand 1 bord. Ja, nee, dat is. Dus deze wil je hier nog eens proberen? Ja. Bovenhands heet dat. Bovenhands, dan gaat deze zo, waar hier vingers over. Ja. Die erop. De rand zoeken. Yes. En dan een derde hier. Klopt het zo? Nou, eraan. Oké. Dankjewel. Nou, dat moet lukken straks. Ja, yes, zeker. Okay.